Marine is een 2-1 nederlaag bij Volendam. Waar ging het mis vanavond? Ja, de wedstrijd ging op en neer. We begonnen uitstekend aan de wedstrijd. Gelijk een paar aantal kansen, prima. Maar ook daar aan Volendam weer dreigend. Uiteindelijk 1-0 voor, prima. De tweede helft had toch wel moeite. Kom uit de corner, wordt het 1-1. Volendam constant dreigend, eigenlijk vooral via Van Velzen. Dan kregen ze de rode kaart. En dan denk je in ieder geval, nou, dan hebben we de goede kans om de wedstrijd uit te halen. Dan breng je wat creativiteit via je wissels. Ja, dat kwam er niet uit. We hebben eigenlijk niets meer gecreëerd daarna. Ja, en dan valt hij in de laatste minuut ook nog via een handsbal penalty, valt hij ook nog hun kant op. Dus dat is een hele zure avond. Je speelt natuurlijk een half uur lang met een man meer. We spraken net even Kees Kwakman. Die zei, goh, ik snap eigenlijk niet zo goed waarom NAC niet eerder op wat opportunistische ging spelen. Kan je daar een verklaring voor geven? Ja, zeker. Omdat wij niet zo goed zijn in opportunistisch voetbal. Wij moeten het van het voetbal hebben. Dus vandaar dat we Barker op 10 hebben gezet. Een kleine ruimte tussen creativiteit. Archipong en Verbeek aan de zijkanten die een man uit kunnen spelen. Dus meer via de zijkanten zoeken en dan doorheen te komen. Dus we hebben geen ploeg voor lang aan van een bal. Heb je ook de laatste 8-9 minuten gezien. Ja, dat is eigenlijk over het algemeen heel makkelijk verdedigd worden tegenstander. Die gaan daar staan, lange ballen, dan is het, wordt het geluksvoetbal. Dus je probeert altijd binnen je eigen kwaliteit te wisselen en zo te spelen. Dus ik ben mee eens dat hij goed uitpakt, maar ja, dat is altijd makkelijk achteraf. Natuurlijk, jij zelf natuurlijk zit eigenlijk een helft lang op de tribune. Wat gebeurde er precies bij de scheidsrechter? Ja, mijn oog was een overtreding op Alucci en hij zag bal spelen. En ja, ik reageer met een wegwerpgebaar. En ja, hij stuurde me gelijk weg. Ik was verrast daardoor. Hij me gelijk wegsturen en nou ja, na de wedstrijd een excuus voor aangeboden. Waar voel je terecht? Nou ja, weet je niet de regels van. Ik heb niks geks gezegd, niks geroepen. Dus ik was wel verrast dat hij me wegstuurde. Ik ben geen trainer die gekke dingen doet richting scheidsrechter. Dus ik vond het wel een beetje flauw als ik het vanuit mij kan bekijken. Je verspeelt hier natuurlijk een plek in de play-offs. Als je terugkijkt naar wat er vorig seizoen ook gebeurt, is het al de derde keer dat je me een cruciaal moment af laat weten. Is dat iets wat in de ploeg zit? Of wat waar je niet goed je ploeg op voorbereidt? Waar zit hem dat in? Nee, het is niet iets wat in de ploeg zit, want het is een heel andere ploeg als vorig jaar. Dus dat is een scheve vergelijking. Voor een allemaal, het is gewoon een moeilijke wedstrijd. We hebben gewoon een goede ploeg. Dus het is niet zomaar vooraf dat je hier even gaat winnen. Ja, en wij hebben een nieuwe, jonge ploeg. Een nieuw voor hun. Zeg, bij Vlagen was het behoorlijk, bij Vlagen was het heel matig. Dus ja, helaas zijn we nog niet zo ver dat we dit soort wedstrijden kunnen winnen. Je kan natuurlijk twee scenario's uittekenen. Als je vanavond gewonnen had, dan kan het zijn dat je in een flow terechtkomt. Is het dan andersom ook zo dat je een kater echt van deze wedstrijd die lang doorwerkt? Verwacht je dat zo? Nou, verwacht ik niet. Tuurlijk, het doet hartstikke zeer voor iedereen. Dat is duidelijk. Je hebt hoge verwachtingen en je weet ook wat er spel staat. Dus het is een hele vervelende avond. Morgen over hebben met elkaar en weer trainen. Volgende week hebben we een aantal wedstrijden waar iedereen minuten kan maken. En dan gaan we richting Telstra werken. Dus dat zal niet te lang duren. Je lijkt niet erg bewogen in die zin van, goh, er is niks gruwelijks gebeurd vanavond, anders dan dat je verloren hebt. Je gaat gewoon door met het proces, denk ik. Ja, nee, dat is duidelijk. Maar ik loop niet de polonaise als we drie keer achter elkaar winnen. En ik ga niet gelijk, als we een keertje verliezen, heel zachtgenodig hier staan. Want dat vind ik meer voor andere mensen die niet hoofdtrainer zijn, misschien sporters. Dus dat hoort ook bij. Ik ben hoofdtrainer, dus ik moet de lijn bewaken. En we werken al met keihard. Jongens doen er alles aan. Ja, dat een aantal dingen beter kunnen, dat is duidelijk. Maar ja, we hebben ook jongens van 18, 29 die voor het eerst op dit niveau spelen. Dus we gaan echt wel beter worden dit seizoen. En ja, soms moet je helaas wel eens verliezen om ook weer beter te worden. Alleen had ik dat vanavond liever niet gedaan. Snap ik, dankjewel. Okay.